Hallo allemaal, in dit filmpje wil ik jullie meenemen om te laten zien hoe je, als je gaat modelleren in Coach 7, hoe je dan voor de eerste keer een nieuw model kan openmaken. Nou kun je dat doen als docent, maar je kunt het ook doen als leerling. En laten we even het programma gaan openen. En dat doen we hier. We gaan zoeken naar het programma Coach. Ik heb hem hier staan. En je ziet hier dat je hem als docent of als leerling kunt openen. Laten we eerst beginnen als docent. Het verschil zit hem hierin dat je dus als docent een bepaalde code kunt afgeven aan je leerlingen. En die ga ik hier niet vertellen, maar als je les hebt van mij, dan krijg je die code uiteraard wel. Niet alle docenten stellen daar prijs op, dus vandaar dat ik hem niet vertel. Nou, ik heb dus verteld dat we als docent willen gaan beginnen. En ik wil nu een nieuw bestand pakken. Nou, dan gaat hij vragen van wil je gaan meten, sturen, modelleren of videometen. We zouden gaan modelleren. Dus nu druk ik op OK. En je ziet eigenlijk al verschijnen het modelvenster met nog 1, 2, 3 lege vensters ernaast. Je ziet hier zijn allemaal figuurtjes. Dat zijn de figuurtjes die je in model gaat plakken. En straks ga je ze met dit soort pijltjes aan elkaar verbinden. Hier aan de rechterkant staan nog andere manieren om naar zeg maar het model te kijken. Nou, dit was de manier waar je aan de slag kan gaan als je dus als docent inlogt. Dus nee, ik wil de activiteit niet opslaan. We gaan nu even kijken hoe het werkt als we gaan naar Coach 7, maar dan als leerling. Nou, precies hetzelfde scherm, alleen er is een groot verschil. Ik kan namelijk geen nieuwe dingen doen. Ik kan een nieuw model kan ik maken. Nou, laten we dat eens even doen. Dit model heb ik ooit eens een keertje opgeslagen. En ik heb daar mijn modelvenster met al die dingetjes die ik daarnet ook zag. Ik heb de twee lege vakjes erbij staan. Die kun je overigens uitbreiden. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou, ik ga eigenlijk helemaal van tevoren af aan beginnen. En dan kun je dus alles wat hier staat kun je kiezen. Nou, modelleren was hetgene wat we gingen doen. Dus dat gaan we openen. We zijn met natuurkunde bezig. En ik wil zelf een model maken. Dus nu ga ik zelf het model maken. Hij wordt nu geladen. En de hele truc die ik nu uit ga voeren is dit bestand opslaan als. Hè? We gaan hier niet direct in werken, want dan zijn we ons model zijn we kwijt. Ik noem het, hallo allemaal. Of een andere naam die iets meer betekenis heeft. En dan zie je dus dat als ik hier deze open zou willen maken. Ja, komt hij maar. Dan zie je hem daar staan. En stel je nou voor dat ik dit stuk tekst weg zou willen hebben. En ik zou dit ook weg willen hebben. Nou, noem maar op. En ik zou hem nu opslaan. Bestand opslaan. Hij is even aan het denken. Nou, laat eens eventjes controleren. Je kunt ook deze dingen natuurlijk gebruiken. Openen. Hallo allemaal, even kijken hoe die eruit ziet. Oké, dus dit is de laatste manier waar je dus als leerling ook gewoon met modelletjes aan de slag kan gaan. Kijk, ik kan gewoon dit soort dingen kan ik hier neerzetten. Dat lukt geloof ik niet helemaal zoals ik... kijk, daar is die in proces. Je klikt ze eerst even aan en je kunt hier gaan bouwen als je zou willen. Maar als leerling heb je natuurlijk niet het paswoord. Zorg ervoor dat je docent gewoon het paswoord aangeeft. Dan hoef je niet zo moeilijk te doen. En als hij of zij dat niet wil, nou, dan kun je het gewoon op deze manier doen. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. En veel modelleerplezier. En ik zal nog wat linkjes hier neerzetten voor andere video's. Bijvoorbeeld het maken van een nieuw model. Of andere dingen die... best interessant kunnen zijn.